Go! In het onderwijs gaat het over lezen en rekenen, de kerntaken. Het gaat dus niet over mens zijn. Dus als er geen ruimte is in het onderwijs voor een menswording, voor dit proces, dan laten we het kind eigenlijk los. Duwers klaar? Ja. Ontvangers klaar? Ja. 3, 2, 1, ja! En gronden! Je geeft kinderen een bepaalde houvast om ook dingen op te lossen. En kinderen die ook met elkaar in conflict zijn. En als je het benoemt, dan zeggen ze, oh ja, we waren allebei te rotsig. Wat een kracht. Jij staat echt sterk. Als een kind zich veilig voelt, het kind gaat samen spelen. Voelt het kind zich niet veilig, het kind gaat de ander wegduwen of pesten. Die rotskant, die gebruiken wij. En die leggen wij hier neer. Wij zijn sterk als het moet. En wij zeggen, stop, hou op, als het nodig is. Toen ging naar Indonesië. Maar in Nederland was het dus al niet zo populair. Eerst kwam dit op gang. En toen ik dus naar al die andere plekken toe ging, toen dachten ze in Nederland van, ja, wat is het nou, rots en water? En toen begon een school me ook weer uit te nodigen. Wil je er eens over vertellen? Start eens even met de vingers tegen elkaar. Pats! Is dat rustig met de handen tegen elkaar aan? Start. Zo begin je. En vanuit hier ga je iets doen. En niet per se meteen hard. Want als hij rots in zit, Luc, dan gebruik jij water. Beter.